Ja mensen, welkom terug. We beginnen het jaar 2023 op een hele speciale manier. We beginnen met deze belt in onze studio. Ja, ons eerste sportitem van het jaar hebben we niemand minder dan Shaquille, wereldkampioen van Sichem in de studio. Van Wakami, brother. Midé. Happy New Year. Thank you for having me. Graag gedaan. Blij dat je er bent. Vertel me, hoe was je jaar 2022? Zo, 2022. Het is... Ik ben 2 keer op trainingskamp geweest. Ik ben geopereerd, gewoon aan mijn duim, hersteld. Die belt gewonnen, teruggebracht naar Suriname. En heb ik kerst met mijn familie hier in het Westerland gevierd. Dus kan niet stuk. Wat was je hoogtepunt van 2022, als je 2 mag noemen? Mijn baby hier. En we zijn al getrouwd. En ja, ik denk ook gewoon, het slaat dan weer hierop, maar toen ik mijn duim had gebroken. Ik had mijn duim gebroken nadat ik tijdens een gevecht en dat gevecht ook gewonnen. En dat hersteld. En alles is gewoon handig. Ik denk die 2. I think. Hoe was het eigenlijk nadat je te horen kreeg dat je duim brak? Had je nog het gevoel van, ik heb beloftes gemaakt. Hier onder andere in de studio dat je wereldkampioen zou worden. Hoe was het op dat moment toen je duim brak? Dus mijn duim is gebroken 16 april tijdens die wedstrijd. En mijn hand was echt opgezet. Ik dacht dat alles in orde was. Een week later doe ik een scan, zegt die man, kapot. Dus ik dacht, jezus, want 2 weken daarna had ik een wedstrijd. Ik had wedstrijden gepland en ik had gezegd dat ik voor augustus die belt win. Dus ik dacht echt van, God, hoe ga ik gaan schuilen? I need to keep the promise. En toen ben ik direct, op het moment dat ik hersteld was, direct weggegaan. On a mission. En ik zou niet terugkomen zonder die belt. Oké, voor de mensen die het een beetje niet gevolgd hebben, vertel ons hoe je dit behaald hebt. Yes, dit is de International Lightweight World Championship MMA, amateur. Ik was vanaf september tot 20 december in Miami op trainingskamp. En ik heb keihard getraind, maar keihard gevochten om een titelgevecht te krijgen, want er waren een heleboel cancellations. Na bijna 5 cancelled events, tegenstanders die kwamen opdagen, is het gelukt op 3 december om voor de titel te gaan. Een hele goede jongen, hij was ook ongeslagen, 3-0 van Ecuador, ik was 3-0 toen. Clash of the Titans, en we brought it home. En nu heb je die belt. We hebben niet zo lang terug een andere vechter in onze studio gehad en hij zei, Abel, die is van man. Is geld hetzelfde voor jou? Ja, het is van mij. En ook al zouden ze het terug willen, gaan ze zeggen, iemand in Suriname, die maar over mij. Nee, maar het is van mij. Hij blijft thuis in Suriname, hij is van ons. Geweldig. Ga je deze titel verdedigen? Oké, dus ik zou hem eigenlijk wel moeten verdedigen. De organisatie RISE in Miami heeft me wel benaderd. Omdat ze 11 februari weer een event hebben en dan april. Maar omdat ik niet naar Amerika ga, ik heb Surinaams paspoort. Ik moet even 5 maandjes wegblijven. Dan is die titel weer faken, dus weer beschikbaar. Dus ik ga hem niet kunnen verdedigen. En wanneer ik dus wel terug naar Amerika ga, rond mei, ga ik pro. En dat zo werkt het een beetje. Daarom is er bij amateurs altijd bijna een vacant title. Omdat op het moment dat ze een titel winnen, 1 of 2 titels, gaan ze direct pro. Dus ik ga hem niet kunnen verdedigen. Vertel me een beetje over, hoe zeg ik dit goed, over de struggles om deze wereldtitel te behalen. Veel mensen denken van ja, het is all glamorous, maar het is best wel uitdagend om te bereiken wat je bereikt hebt. Vertel me alsjeblieft daarover. Ja, kijk, het is... ik heb heel veel support gehad, ook wanneer ik Oroyari in de binnenstad loop. Ik heb echt alle liefde ontvangen. En ik voel het en ik weet dat iedereen me support op any manier. Ze sturen ook mooie berichten, maar hoe je draait of keert, ik heb ook mijn familie, mijn vrienden, mijn teammates. Het is a lonely road. Dus je bent na training, want het is ook niet alleen training gaat goed. Je wordt ook gerammeld en dan ben je gewoon om in. Dat is wanneer je op school bent en je krijgt gewoon een afvaldoende bij oefening.
je wordt helemaal van, hey, gek van, hoe komt het? Dit mij voor me, je wordt, een hele week is het niet jouw week. Dan ben je echt van, hey, ben ik wel een vechter, dit en dat, heb je dat. Dan heb je bijvoorbeeld natuurlijk af en toe financiële situatie. Ik sliep in die gym, wat leuk was. Soms sliep ik onder die kooi omdat ik nog slaap had. Je moet offers maken, denk aan de toekomst. Als je uit Miami bent, waar ga je nu? Hoe ga je verder? Je hebt die titel gewonnen, wat zijn de volgende stappen? Dus het is alles helemaal bij elkaar. Je bent eigenlijk ondernemer. Dus het zijn al die dingen, het is meer een mental fight. Die struggles zijn. En je komt er wel uiteindelijk overheen. Maar het is wel echt een hele lonely road. Je zit vaak genoeg gewoon alleen met die dingen, omdat niet echt mensen weten hoe je voelt. Je komt ook van een andere plek. Die mensen in Miami hebben ook hun eigen problemen. Dus we zijn wel samen, maar het is wel echt een hele lonely road wel. Wat betekent het voor jouw gym dat ze een wereldkampioen binnen hebben? Dus ik ben één van de 15 belts nu daar. Ze hebben me ook gezegd, ik moet die belt terugbrengen. Ik heb ze gezegd, nope. Dus die coach heeft ook een andere belt gekocht. Die kan ze ook nog kopen. We zijn goed op de organisatie, dus dan zal mijn belt ook daar hangen. Ze zijn heel erg blij ermee en ze hebben ook gezegd, hey, we gaan nu pro. En de afspraak is dat ik dus pro ga met hun. Dus pas in mei, ik ben echt pro-ready wel, voel ik ook. Maar pas in mei ga ik dus pro met hun. Ik ga het niet zonder ze doen. Even over die gym, daarna wil ik gaan naar je pro-carrière. Hoe ben je terechtgekomen bij deze gym? Okay. En hoe heette ze? Ja, het is de Goat Shed Academy. Ze zijn er nu al 2 jaartjes. Most viral gym in Miami. Ze zijn echt gestoord, maar we zijn echt een hele grote familie. Hoe het is gebeurd? Echt, like 20 seconden. Ik ging voor het eerst naar Miami, had ik gegoogeld top gyms in heel Amerika. Kwam er een lijst met gyms van Masvidal, van in California, waar Mike Tyson traint. Overal, ook New York. Dus ik zou alle gyms hoppen en daar één kiezen en daar gewoon tot mijn gym maken. Nu was ik in Miami. Toevallig had ik een Airbnb in een buurt. Random hoor, gewoon uitgekozen. Airbnb in een buurt. En ik had nog geen vervoer, dus ik liep naar de winkel. Terwijl ik naar de winkel liep, kwam ik gewoon een gym open. En ben ik gestopt. Die coach, die head coach, kwam al helemaal vriendelijk. Hij dacht, ik was een Cubaan, dus hij dacht zeker van, hey, Cubaanse vechter. Dus hij was onmeer vriendelijk, was ik binnen. En toen dacht ik van, hey, terwijl ik mijn plan uitstip op welke gyms ik ga, want de afstanden zijn groot. Ze zijn echt Paramaribo, Apora, Paramaribo, Albina. Echt zulke afstanden. Dacht ik van, een week hier trainen. Na een week daar trainen, mijn hele trip is gecanceld. Ik ben gewoon bij GoChat gebleven. En daar ben ik nu al de 3e keer teruggegaan. En daar wil ik blijven. Daar ga ik blijven, basically. Misschien een hele basic vraag. Los van het feit dat je geld krijgt, wat is het verschil tussen pro zijn en amateur zijn? Oh, bij amateur. Ja, bij pro status, daar begint je record echt. Daar kijken ze, natuurlijk je wordt betaald. Los van de regels en kleine dingen, je mag bijvoorbeeld geen knie stoten naar het hoofd. Bij amateurs, je mag nog geen ellebogen, bij pro's mag dat alles. De tijd gaat van 3 minuten bij amateur naar 5 minuten. Maar wat het verschil is, is gewoon eigenlijk die status. Bachelor, master degree, PhD, op welk niveau. Of tenminste, universiteit, middelbare school. De dingen zijn een beetje hetzelfde, maar de status verandert. En gewoon daar is het voornamelijk zo dat alle vechters fulltime dienen te trainen. Dus ze zijn ook veel beter. Ze sluiten zich aan bij grotere gyms. En ze zijn in grotere organisaties. Hoe groter, dan is het gewoon echt every inch die ze kunnen gainen bij gewoon physical therapy, recovery. Daar, iedereen, ze letten gewoon daarop, dus dat is het verschil. Gewoon de skill, mensen trainen gewoon fulltime en hebben gewoon de beste coaches ook. Ja. Oké, okay, als het verschil middelbaar universitair is, dan zal UFC, wat zei? De grootste universiteit op aarde? UFC is Harvard. Exactly. Vertel me over het pad naar de UFC, want ik neem aan dat dat natuurlijk op je radar zit. Yes. Hoe ik nu die belt heb gewonnen, heb ik sowieso meer leverage wanneer ik mijn debuut MMA fight maak, doe. Om meer te verdienen.
Dus dat is al vast, dat staat al bijna vast. In Nederland verdien je ietsje minder, maar in Amerika kan je voor je fight 500-500. Dat is 500 to show, 500 to win. Maar met die belt kan het voor mij toch wel gaan naar anderhalf. Ga cashen. Kan het anderhalf. Wat is dus het traject? Als je in Florida heb je twee grote organisaties die op UFC Fight Pass zijn. Dat is dus die Netflix van UFC, waar die scouts, waar iedereen in de wereld, als ze willen, kunnen ze kijken. Dat is net Netflix, basically. En daar word je ook gewoon gezien. Dus als je highlights komen en die scouts kijken gewoon even, word je gezien en dan word je zo eruit gepikt. Kan bij je tweede, derde, vierde wedstrijd al gebeuren. En dat is ook al gebeurd. Dus wat ik nu ga doen is titel winnen in Titan FC of Combate, zijn pro-organisaties. En dat kan in een span van 2 jaar, 1,5 jaar, dat ik die titel zou kunnen winnen, super actief zijn. En vanaf dan, eigenlijk al ervoor, maar vanaf dan komen ze aankloppen op je deur. Want jij gaat niet aankloppen bij UFC, UFC moet bij jou aankloppen. Tot slot, wat gebeurt er in 2023 in jouw carrière? Oké, ik ben mijn voornemens, mijn nieuwe beloftes nog aan het afschrijven, maar in 2023, ik wil nog 1 amateurtitel halen. Dat is niet direct een target, maar ik wil het wel. Dus ik ga nog 2 keer vechten amateur voordat mei. In mei ga ik terug naar Miami. In Miami ga ik pro. Het kan mei, juni, juli zijn. Hangt er echt vanaf. En dan is het gewoon super actief blijven eind van het jaar. En mijn pro-carrière undefeated starten. Mijn amateur-carrière undefeated eindigen. Heftig. Dat gaan we dus in het jaar 2023, sorry, ik ben nog in 2022. Waar kunnen mensen je volgen, Jack? Kukumats_MMA, Kukumats_MMA, Shaquille van Sichem. En, oh ja, er is een website, kukumatsglobal.com. U heeft het gehoord? Als je Shaquille van Sichem wil volgen, hij is super actief op social media. Dus je kan alles op, je blijft up-to-date over wat deze MMA-vechter doet. En ik weet zeker dat hij een aantal van jullie zal inspireren.